De zorg staat de komende jaren behoorlijk onder druk. Als we nu zien welke plannen er zijn om bijvoorbeeld te gaan bezuinigen op zorg, dan houdt mijn hart vast. We moeten wellicht een eigen risico gaan betalen dat wel kan oplopen naar meer dan 700 euro per persoon. We moeten misschien geld mee gaan nemen als we naar een huisarts willen. Ons basispakket in de zorgverzekering wordt misschien uitgekleed. Allemaal zaken die ons boven het hoofd hangt en niet voor niks. De zorg wordt duurder, maar hebben we het er met elkaar voor over? En willen wij ervoor zorgen dat de zorg voor iedereen toegankelijk is en toegankelijk blijft, zodat ze met z'n allen gezond oud kunnen worden? Ik ga ervoor, geen eigen risico in de zorg, geen bijdrage als ze naar de huisarts gaan en een zorgpakket die voor iedereen toegankelijk is.